Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe aflevering van de FC Afkicken Voetbal Quiz voor de Voedselbank. Met vandaag twee grote spelers die allebei een profvoetballer uit hebben geknikkerd in de vorige ronde. Het zijn Niels en Dolf. Niels, jij knikkerde, als ik het goed heb, Mickey van der Hart eruit. Toch? Ja, dat was close call op het eind met de remontada van Barcelona. Maar ging net goed. Ja, en Dolf, je had niet heel veel tegenstand van Kevin Dix. Die, nee, die was meer de man van de assist, toch? De assistkoning, hè? Ja. De assistkoning, ja. Vandaag een nieuwe ronde. Jullie zijn doorgedrongen tot de laatste 32. De winnaar gaat door naar de laatste 16. Het is niet zoals in de eerste ronde dat we een finale vraag hebben. Gewoon alle punten uit de 3 ronden worden bij elkaar opgeteld. En degene met de meeste punten gaat door naar de laatste 16. 3 rondes. Ronde 1 trivia, ronde 2 spelerspaspoortjes. En ronde 3 is een opstelling waar 5 namen ontbreken. Daar heb je ook pen en papier voor nodig. Nog iets bijzonders, maar dat weten jullie denk ik wel. Je hebt wel die andere afleveringen gekeken. Is dat je 1 keer een joker in mag zetten voor 1 ronde. Dat betekent dat de punten die je in die ronde behaalt worden verdubbeld. Dus laat maar mij weten wanneer je die joker wil gebruiken. Niels, klaar voor? Zeker weten. Dolf, klaar voor? Helemaal. Nou, laten we dan beginnen met ronde nummer 1. En zie ik daar dat iemand zijn joker in gaat zetten? Nee? Ik wacht nog even. Dolf? Nee, okay. Ik doe hem ook dadelijk, ja. Oké, vraag nummer 1. Overigens, als je het antwoord weet, even je naam en dan krijg je de beurt. Oké, Dolf. Ja, zeg maar Dolf. Dat waren Willem II en Heerenveen. Ja, dat is heel goed. Aan welke 2 klus werd Mitchell Dijks verhuurd als speler van Ajax? Inderdaad, Willem II en Heerenveen. 1-0 voor Dolfie. Vraag nummer 2. José Mourinho begon zijn carrière als trainer in het Portugese profvoetballen. Niels. Ja, Niels. Barcelona. Oeh. Dan heb je de vraag niet goed gelezen, denk ik. Nee. Oh, shit. Voor welke trainer was hij tolk? Ja. Dolf. Was het Sir Bobby Robson? Heel goed. Ik zou je eigenlijk een bonuspuntje willen geven dat je Sir ervoor zegt. Maar het is gewoon 1 puntje. Ja. Klasse, goed gedaan. Krijgt Dolf weer een assist, hè? Ja, zeker. Ja. En Dolf alleen maar binnenkoppen. Ik kop ze wel binnen, prima. 2-0. Vraag nummer 3. Wat is de slogan van FC Barcelona? Dolf. Ja, Dolf. Mas que un club. Mas que un club. Kijk even naar de jury. We hebben hier een notaris zitten, die hebben we ingehuurd. Duimpje gaat omhoog. Puntje voor Dolf. 3-0. Vraag nummer 4. Onder leiding van welke trainer was Schalke 04 bijna 4 minuten kampioen van Duitsland voordat deze titel... Dolf. Ja, Dolf? Was dat Huub Stevens? Ja, dat is helemaal goed. Weet je nog wat er gebeurde? Patrick Andersson in de 94e minuut voor Bayern. Ja, vrije trappie, hè? Tegen Stuttgart? Was dat een vrije trappie? Ja, ik geen idee. Ja, was het Stuttgart? Nee. Ik dacht HSV, maar het zou ook Stuttgart kunnen zijn. Kan ook. Oké, 4-0. Niels? Heel wat, eigenlijk. Kom eens van die hatelijke 0 af, Niels. Ja, gaat nu gebeuren, let maar op. Oké. Vraag nummer 5. Welke Nederlander pakte ooit 5 prijzen in 1 seizoen bij Liverpool? Dolf. Ja, Dolf. Sander Westerveld. Dat is helemaal goed. Zo, toch niet. Had je maar je joker ingezet, Dolf. Mag ik mijn joker nu nog inzetten? Kijk even naar de notaris. Duimpje gaat omlaag, helaas, Dolf. Laten we snel doorgaan naar ronde nummer 2. Ja, dat zijn spelerspaspoortjes. Niels, ga je hem inzetten? Joker? Of wacht je tot de laatste ronde? Ja, ik wacht nog eventjes. Dolf? Ja, ik wil hem pakken. Oké. Nou, daar gaan we. Spelerspaspoortje nummer 1. FC Twente, VVV, Heracles. Niels. Ja, Niels. Hoe heet ik ook weer? Shit, kom er niet op. Wil nu wel een antwoord? Niet waaien. Is niet goed. Dolf? Twente, VVV, Heracles Almelo en Eintracht Rijnen. Tim Hulscher? Nee. Dario Fujisovic. Ah. Spelerspaspoortje nummer 2. Vitesse, Tenerife, Deportivo. Niels. Ik kijk even naar de jury. Niels is eerder. Roy Makai. Is goed. Van die hatelijke 0 af. Ik ben wel blij dat er nu een notaris bij zit, want ik werd de vorige keer bijna onthoofd dat ik iemand de verkeerde beurt gaf. Sorry. Ik hoorde mezelf eerder, maar dat is geen verwijt. Maar, ja, er zit hier een notaris in het hok. Dus je mag best in discussie gaan met de notaris. Nee, inderdaad. Okay. Maarten de Fokkert is nog steeds boos dat hij ooit de beurt niet kreeg. Dus hierbij nogmaals excuses, Maarten de Fokkert. Spelerspaspoortje nummer 3. Volendam, Telstar, PEC Zwolle, Cambuur, de Graafschap. Niels. Ja, Niels. Virgil Narsing. Dat is helemaal goed. Ja, de spanning begint toch wel langzaam aan terug te komen hoor. 5-2. Spelerspaspoortje nummer 4. Heerenveen, Benfica, Mainz, Southampton. Niels. Kijk even naar jury. Niels. Filip Djuricic. Is goed. 3-5. Laatste spelerspaspoortje. Mechelen, Utrecht, A-agent. Dolf. Ja, Dolf. Dat Nana Azar. Is helemaal goed. 2 punten erbij. Dat is toch misschien wel een cruciale. Ik had hem even nodig, ja. Op weg naar de laatste ronde. Laten we ons klaargemaakt voor ronde nummer 3. Ja, zometeen pen en papier hebben jullie natuurlijk al bij de hand. Kunnen jullie alvast de cijfers 1, 2, 3, 4 en 5 opschrijven. Heel belangrijk. Dat gaan we de joker, Niel. Ja, dat dacht ik al. Hard nodig heb. Belangrijk om te vertellen. Het gaat er echt om dat je de juiste naam op de juiste plek zet. Want alleen 5 goede namen opschrijven is niet genoeg. Dus we moeten ook op de goede plek staan zometeen. Dus 5 ontbrekende namen ga je zometeen zien in een opstelling. En dit is wel een lekkere opstelling. Op 15 mei 2019 werd Ajax officieel kampioen op de Vijverberg. In dit duel versloeg Ajax de Graafschap met 4-1. En hierna barstte het Amsterdamse feest los. Echter, wie stond er aan de aftrap van dit feestduel in Doetinchem? En ze moeten dus op de... Even kijken? Ja. Oké, goede plek. Ja. Dus 5 is denk ik een spits en 1 is denk ik een centrale verdediger. Dat denk ik ook wel. In Doetinchem. 1 is dus de... Ja. Is het bier gezond, zijn het tieten rond in Doetinchem. Hoe heb je dat geleerd, Niel? Wat zei je? Mooi lied. Hoe heb je dat lied geleerd? Freek Jansen. Ah, kijk. Freek. Superboer, hè? Zo is dat. Nou, Dolf en de Graafschap. Ben je ook een superboer, of niet? Ja. Oh, ja. Ja, ik zing het wel goed, toch? Ja, zeker. Nou, ik moet zeggen, alleen maar goede herinneringen aan de Vijverberg, ik hoor. Zo is dat. Ik ben zelfs een keer in het uitvak terechtgekomen bij de na-competitiewedstrijd Telstar de Graafschap. Ja, dat was wel een aantal jaartjes geleden dan, of niet? Ja, 3 jaar geleden. Ja, dat klopt, ja, hoor, in die play-offs. Ja. Ja. Maar ik moet zeggen, ik heb alle betaald voetbalstadions in mijn... Ja, zeg maar Dolf. Val even weg. Ja, of hij is weggedrukt, omdat hij nu een heel bizar verhaal aan het vertellen is. Dolf, je viel even weg. Ik viel even weg? Ja. Waar was ik gebleven? Je ging iets vertellen dat je in alle stadions bent geweest. Alle stadions geweest, maar nog nooit ergens zulke vriendelijke mensen ontvangen als op de Vijverberg. Hij staat ook wel in mijn top 3. Broodje bal in de rust, hè? Genoteerd hebben. Zeker. Heerlijk broodje bal. En de afloop. Van Tante Lien, hè? Tante Lien. Ja, genieten, jongen. Tante Lien, ja. Tijd zit erop. De tante van Rogier Meijer? Of? Wat zeg je? Oma. De oma van Rogier Meijer. Oma van Rogier Meijer. Oké. Ja. Rogier Meijer overigens ook in deze quiz, hè? Aanwezig. Ja, zit hij er nog in? Volgens mij ging hij eruit, of niet? Of zit hij er nog in? Oeh, dat is een goeie. Geen idee. Notaris heeft geen idee. Maakt een beetje verwarde indruk, de notaris. Pennen mogen neer. Even kijken. Ja. Niels, laat jij maar eerst even je eerste 5 namen in beeld zien. Ik hoop dat je een beetje goed hebt geschreven. Je kan ze ook gewoon opnoemen. Dat is ook wel goed. Ik had op 1 Blind. Ja. Op 2 Mazraoui. Op 3 Schöne. Op 4 Van der Beek, op 5 Huntelaar. Oké. En Dolf? Ook even erbij pakken. Ja. Dit zien. Blind. Mazraoui. Ja? Schöne, Van der Beek en Huntelaar. Oké. Hulde, want het is voor het eerst dat ze allebei goed zijn. En dat betekent dat Dolf op 12 punten uitkomt. En alsof het zo zou moeten zijn. Niels, de joker ingezet. 5 keer 2 is 10 punten. Lang leven de joker, Niel. Echt waar. 13-12. Ja. Oh, Dolf. Sneu, hè? En dan te bedenken dat ik in die paspoortjes mezelf 2 keer eerder hoorde dan Niels. Dus als ik die goed had gehad... Ja, maar daar hoorde ik mijzelf wel weer eerder. Oh, oké. Nou, het is wel lekker dat iedereen die deze uitzending kan zien dat jouw internet niet goed werkt. Want je bleef net gewoon een paar seconden in de freeze staan. Dus, je hebt helemaal gelijk, Kijk, je bent het goed gemaakt, Dolf. Als je binnenkort nog een keer op de Vijverberg komt, of ja, binnenkort zal wel een tijdje duren natuurlijk. Dan krijg jij gewoon een lekker broodje bal van mij. Meld je gewoon even achter in de hele nieuwe supporterskantine. En dan komt het allemaal erbij. En dan, zo is dat. Maar Dolf, kijk, ik weet niet hoe jij hierop reageert, maar als ik nu verloren zou hebben door het internet, ik zou nu gelijk je provider opzeggen en een nieuwe afsluiten. Ja, ik ben al hoe zeg je dat? Het mechanisme is al aan het lopen, ja. Ik zit al in de overgangsfase. Ik zou het op Twitter gooien en ik denk dat je dan vanmiddag nog een goede aanbieding krijgt van een helpdesk-medewerker. Niels, gefeliciteerd. Jij bent door. Dankjewel, door naar de laatste 16 jaar gaan we terugzien. Dolf, in ieder geval dank voor je deelname en natuurlijk je donatie aan de Voedselbank. En het lag heel dicht bij elkaar. Het was het niveau lag hoog in deze aflevering. Dus dank beide heren. En voor jullie thuis, dankjewel voor het kijken. En ik zou zeggen, graag tot de volgende.